Omdat we binnenkort weer stilstaan bij de bevrijding van de stad in 1945, ga ik op zoek naar het verhaal dat samenhangt met deze grafsteen. De grafsteen van Gerrit Boekhoven. Gefuseerd 19 maart 1945. Gerrit Jacobus Boekhoven, in 1912 in Rotterdam geboren. Als zoon van een lithograaf steendrukker Boekhoven, die in 1927 naar Groningen kwam. En Gerrit die trad eigenlijk in de voetsporen van zijn vader, want hij kwam te werken in een fabriek die dit soort dingen maakte. Dit is een cliché. Dit is mijn cliché en hier in het Grafisch Museum is als het ware een clichéfabriekje nagebouwd en kun je dus ook heel goed zien hoe zoiets tot stand kwam. Allerlei fasen ervan. Dit is het eindresultaat op zo'n blokje hout en dit is dan een afdruk van zo'n cliché. En Gerrit Boekhoven, die was dus de bedrijfsleider van de Noord-Nederlandse clichéfabriek. En hier staat nog één apparaat van die fabriek. Een proefpers om afdrukken te maken om te kijken of die clichés goed waren. Daar, Noorderhaven 63, waar nu Eetcafé Kaap Noord is. Een pand dat gebouwd werd voor de melkfabriek Stad en Lande, daarnaast. Daar was de Noord-Nederlandse clichéfabriek gevestigd, waar Gerrit Boekhoven werkte. Nou, het is aan de begane grond een beetje veranderd, maar voor de rest nog herkenbaar. Ja, het is uiteraard hier ontzettend veranderd. In 1925 was de Noord-Nederlandse clichéfabriek hier terechtgekomen. Nou, dankzij de heer Vaslovski, bekend van de fotozaak in de stad, maar oud-werknemer van de Noord-Nederlandse clichéfabriek, weet ik hoe het er hier heeft uitgezien. In zijn tijd, na de oorlog, maar ook in de oorlog. Er waren hier op de begane grond voor twee kantoortjes. Dan had je daar eigenlijk aan de linkerkant de proefdrukkerij, die machine die we in het Grafisch Museum hebben gezien. En hier aan deze kant de etserij. En de eerste stappen in het proces, dat vond op de eerste verdieping plaats. En Gerrit Boekhoven, die werkte hier dus. Van dezelfde Vaslovski heb ik ook foto's, onder andere van de fabriek hier in de oorlogstijd. En met name deze is interessant. Een foto met het personeel van de Noord-Nederlandse clichéfabriek in de oorlog. Een man of 25. Met hier helemaal rechts Gerrit Boekhoven, die toen bedrijfsleider was. Boekhoven en zijn vrouw, die kwamen eigenlijk vrij snel in de oorlog in het verzetswerk terecht. In hun huis aan de Diephuisstraat vingen ze bijvoorbeeld Joden op. En voor onderduikers ging hij zorgen dat er distributiebonnen kwamen. En ja, deze fabriek, dat hielp natuurlijk ook. Hier konden valse clichés worden gemaakt voor
identiteitspapieren, distributiebonnen enzovoorts. Maar er waren meerdere mensen hier in het bedrijf die aan dat illegale werk meededen. We zeggen nu eigenlijk groep De Groot. De Groot, dat was de schuilnaam van Gerrit Boekhoven. Maar mensen als Kamp hebben daardoor de oorlog niet overleefd. Henk Lommert, die heel veel deed voor Gerrit Boekhoven. George Bruno. Nou, verschijnende van de mensen hier, die hebben door het illegale werk het leven gelaten. Nu ken ik iemand die Gerrit Boekhoven goed heeft gekend. Wiemer Emmelkamp. Die ook met hem in de oorlog, in die groep De Groot, actief was. En hij kan ook vertellen over twee andere hele belangrijke mensen uit die groep. Dini Aikema en Anda Kerkhoven. Dit is Gerrit Boekhoven. Ja, Gerrit. Ja. Ja, jongen. Jij hebt Gerrit heel goed gekend. Ja, vanaf 1935. Toen al? Ja, door de vereniging Jongeren Vredesactie. Jongeren Vredesactie, JVA. Ja, jij en Gerrit, beide antimilitaristen. Ja, zeker. Ja. Ja. Kun je je herinneren wat het eerste wat je met Gerrit in de oorlog qua verzetswerk deed? Ja, we hadden goed... Gerrit was ook duidelijk de man die tot daden wilde overgaan. Maar dat zagen we alleen natuurlijk ook niet allemaal direct zo. Maar hij heeft ogenblikkelijk contact gelegd met Dijkema, die toen de directeur van de distributiedienst was. En dat is... want dat was natuurlijk bijzonder belangrijk, het contact met de... vanwege de nodige bonkaarten. Hè? En jij hebt... Ja, hoe... Anda Kerkhoven en... Hoe ging dat voor de oorlog? Je kon me overal aantreffen op bijeenkomsten. En dan ontmoette je daar ook dus Noord-Mijn-Rolle Federatie en andere. Ik liep alle bijeenkomsten maar af. En ik had dan een brochuredepot actief willen zijn. En in dat verband ontmoet je dan Anda. Dat was een zeer begaafde... jonge Indonesische. Medisch studenten was ja. Hij. En Dini heb ik pas onder de bezetting aan het Nassauplein ontmoet. Ja, want het Nassauplein, daar woonde zij. Ja, getrouwd met Jan de Rens. Met Jan de Rens. Jong getrouwd span. Ja, en Gerrit die kwam daar ook? Ja, dat werd een centrale, als het ware. Omdat Gerrit zijn vrouw wilde behoeden, kennelijk, voor problemen. Dus zijn vrouw bleef aan de Diephuisstraat. Maar Gerrit zocht zijn thuis, zijn onderkomen bij Dini, die zeer positief zich opgesteld heeft. Ja, dat huis aan het Nassauplein, dat werd een complete centrale... van in- en uitgaande illegalen, waar ik me hevig bezorgd over gemaakt heb, waar ik ze ook voor gewaarschuwd zelfs heb, hebben een woord erover gehad. Maar ja, ze waren die niet wonderbaarlijk optimistisch. Ik zag er altijd heel somber in en ik zag overal het gevaar. Maar ja, het moest allemaal gedaan worden. Werden al die bonkaarten en zo, die werden daar ook bewaard? Ja, zeker. In de kelderruimte. Ja? Ja, onder de vloer? Ja, zeker. Maar ja, als je binnen liep, dan liep je eroverheen. Dan had je ja. Maar als je dat ook allemaal gezien had, jongen. Ja. Dit is het adres dat Wiemer noemde. Nassauplein 33, een benedenwoning.
Hier woonde Dini Eikema eerst met haar man Jan Drent, later zonder. En dit was dus het centrale adres, meer dan de Noord-Nederlandse clichéfabriek. Ben ik benieuwd of er binnen nog sporen zijn uit oorlogstijd. Goedemiddag. Goedendag. Beno. Hallo. Hi. Dit is een heel belangrijk adres geweest in de oorlog. Was jij dat bekend? Dat klopt, ja. Ik heb er het een en ander op het internet over gevonden. Ja. Mag ik even binnenkomen? Ja, natuurlijk. Komt u binnen. Komt u binnen. Nou, volgens het verhaal moet het geweest zijn dat het onder de grond de boel verstopt werd. Distributiebonnen en weet ik veel wat allemaal, in de kelder. Ja, dat klopt. Nou, de kelder is hier. En we hadden zo een beetje een vermoeden. Want je kunt hier nog, zeg maar, die rode plaat zien. Dat is eigenlijk volgens mij de oude vloer. En daaronder hebben ze waarschijnlijk een extra kelder gegraven. Ja. Wat dat flessenrek is, dat was onder de grond. Ja. Nou, dit was een ontzettend belangrijke plek in de oorlog. Hier. Ja, ik heb het begrepen. Ja. Hier dus moet het allemaal gebeurd zijn. Het is wel bijzonder natuurlijk, hè? Ja. Waarom was de groep De Groot zo belangrijk in de oorlog? Omdat de groep De Groot voor een heel groot gedeelte de mensen die ondergedoken waren in de stad en provincie voorzag van bonkaart. Het zij direct, het zij indirect. Je moet je voorstellen, als je ondergedoken was, dan moest je wel eten. En je had geen bonkaarten, want je was in principe illegaal. Dus doordat die groep De Groot heel veel bonkaarten vrij kon krijgen door middel van vervalsingen, door middel van achteroverdrukken, konden zij dus heel veel onderduikers van voedsel voorzien. En dat heeft op zeker moment zijn dat er 10.000, 12.000 kaarten per maand geweest. Zo. Ja. En ik heb begrepen dat vooral ook in 44 met de spoorwegstaking de rol nog, de betekenis nog veel groter werd. Ja, toen kwam er eigenlijk een soort blokkade in Nederland. Hè? De lijnen die werden doorgesneden. Dus er waren natuurlijk meer groepen die onderduikers van bonkaarten voorzagen. Maar die kregen het moeilijker. En de groep De Groot was een van de weinigen die een zodanige organisatie had dat ze die verzorging gewoon door konden laten gaan. En Gerrit Boekhoven was echt een leiderstype, heb ik begrepen. Ja, klopt. Hij heeft ook na die spoorwegstaking, toen het dus ook bleek dat de groep De Groot daar veel invloed in had, heeft hij ook dat echt ook bij zich willen houden. Dat heeft sommige mensen niet zo lekker gezeten van andere groepen. En misschien nee, was ook wrijvingen tussen het verzet. Klopt. Het zijn ook mensen. Ik bedoel, dat gaat ook gewoon in de oorlog door. Dus haat en nijd en machtsgevoel, dat hoort in de oorlog ook erbij. Is dat nou ook de reden dat het uiteindelijk is opgerold? Nee, de reden dat het is opgerold is vooral stom toeval geweest. Anda Kerkhoven, wat dus een van de mensen was die toch ook een vrij belangrijke rol had in die groep, die is door een toeval opgepakt op het adres waar ze op dat moment was. En via haar en via spullen die er zijn gevonden, kwamen ze uiteindelijk dus een dikke week later bij Gerrit Boekhoven terecht. En uiteindelijk ook bij Dini Eikema is op dezelfde dag ook gearresteerd. Ja. Ja, eigenlijk kort voor de bevrijding zijn ze alle drie gefusilleerd. Ja, in maart 1945. Ze zijn na de arrestatie vreselijk verhoord, zowel op het huis van bewaring als op het schooltehuis. En toen zijn ze gefusilleerd. Eerst Gerrit en Anda samen door Vonk en Harry Bouwman. Nederlanders? Ja, Nederlandse SD'ers. En een paar dagen later Dini Eikema. Hier was het, Oosterbroekweg in Vosbergen bij Glimmen. Hier werden Anda en Gerrit op 19 maart 1945 naartoe gebracht en gefusilleerd. En een paar dagen later gebeurde met Dini Eikema hetzelfde. Voor Anda is hier een klein herinneringsmonumentje geplaatst. Wij gedenken haar die het leven innig lief had en respecteerde.
aan de kerkhof. En dit is het graf van Dini Eikema. Staat erop, gefusilleerd in de Vosbergen 23 maart 1945. Hier op de Noorderbegraafplaats. Niet ver van het graf van Gerrit Boekhoven. Waar ze zoveel mee deelde in de oorlog. En hier het graf en, ja, je kunt zeggen, een monument voor Gerrit Boekhoven. Een man om aan terug te denken als we straks stilstaan bij de bevrijding van de stad.